Welkom bij de live talkshow vanaf MNL 13, het Zakenfestival Midden-Nederland in Amersfoort. Het eerste open source zakenfestival. En wat betekent dat? Dat sprekers, dat mensen daaromheen zoals wij, maar ook alle bezoekers. We doen het met elkaar en we maken het ook met elkaar. En daardoor gebeuren er hele bijzondere dingen. MNL 13 staat voor verwondering, voor verbinding, voor innovatie. We hebben daarbinnen een aantal thema's, zorgvoeding en wetenschap. En vandaag zitten we in de zorghoek met Arie van Weijen, schrijver van het boek Dokter Luister Nou. Kijk en huiver mee. Arie, welkom. Er is iets gebeurd waardoor jij dan dacht, daar moet ik iets mee gaan doen. Wat is er gebeurd? Nou, het boekje Dokter Luister Nou kent een autobiografische kant. Hoewel de hoofdpersoon een andere naam heeft, Henk Dekker, is het mij overkomen. Ik ben in een ziekenhuis terechtgekomen. Eigenlijk ten onrechte. Maar ik sprak de taal van de dokter niet. Ja. De dokter de taal van mij niet. En die dokter, een orthopeed, was in één ding geïnteresseerd, dat is opereren. En ja, net als 99 van de 100 patiënten, als die dokter je dan toespreekt in nauwelijks volgbare taal, dan ga je voor de bijl. En, ja, je hebt geen keus, hè? Wat? Nee, uiteindelijk voor de keus stelde. Hij zei van, zegt u nu maar, u moet nu een beslissing nemen. Toen ging ik maar, vertrouwde hem en ik kwam in het ziekenhuis terecht. Nou, dat was dus een verkeerde diagnose. Ik twijfelde al wel hevig en die twijfel is ook heel duidelijk verwoord in het boek. Maar die dokter had daar weinig boodschap aan die twijfel. Hij wilde voort. Hij wilde productie maken. En ik ben geopereerd. En dat ging mis. Het was een foute diagnose en het werd een fatale operatie. En daarna, na die operatie, toen had dat nog hersteld kunnen worden. Maar ook daar werd de ene foute diagnose en miscommunicatievoorbeeld te over. Lag er aan de grondslag. Dus ik kwam in dat ziekenhuis en ik maakte daar een echte horrorstory mee. En met bijna fatale afloop, een heuse crisisnacht in het verhaal, maar ook met de ziekenhuisbacterie. Het was de wet van Murphy. Alles dacht ik even. Ik dacht, het is ook een incident. Of je was nog naïef, je dacht, het is een incident. Ja. Later ging ik denken, zou het dan een uitzondering zijn? Eenzelfde woord voor een incident, maar bevestigt dan die uitzondering de regel? En ik kwam in gesprek met mijn uitgever, mijn vorige uitgever, die me daar goed in begeleidde. En wij spraken het door en gaandeweg kwam aan het licht dat er eigenlijk best ook sprake was van onderliggende thema's. En nou, die thema's heb ik dus uitgeschreven. En toen ben ik nog een keer door het boek heen gegaan. Ja. Allemaal in samenwerking met die uitgever. En ik heb de voorbeelden nog eens aangescherpt. Dus het boek wat er nu ligt is niet een verhandeling van thema's, is gewoon een verhaal. Alleen als je het verhaal leest, dan denk je opeens, god, dat heb ik meer gehoord. Maar als ik het even heel kort op mijn manier mag vertellen, hè, er zijn eigenlijk een soort twee werelden, twee views op de gezondheidszorg. Hè. Aan de ene kant de Socrates die zegt, nou, je moet gewoon je patiënt beter maken, je moet het beste voor je patiënt doen. Maar dat blijkt dus helemaal niet het geval te zijn. Nee. Dat is een soort onderliggende structuur van hoe maak ik zoveel mogelijk winst, omzet. En is dat mijn interpretatie of zeg ik het? Uit die thema's, daar bundelde ik dan een aantal dingen. Nou, een van de thema's, vanmiddag om 4 uur ga ik daarover spreken, is in het gasthuis, is het kennisverschil tussen arts en de patiënt. Mm-hmm. En daardoor, wie neemt de beslissing? Maar wie neemt dan de beslissing, wordt ook ingegeven door andere zaken. En een van die zaken is de bezuinigingen, maar ook het vergoedingssysteem. En het vergoedingssysteem, vooral dat speelt ook een rol. Want ja, die arts is gebaat om mij te helpen en mij niet te opereren en mij niet weg te sturen met ik heb een betere oplossing. Dan snijdt het mes aan twee verkeerde kanten. De ene kant, hij verdient niets. En de andere kant kom ik terecht in een pakket. En dat is de preventieve zorg. En zelfs ook wel wat curatief, een fysiotherapeut. Ja. Ik ken een voorbeeld van mijn eigen schoonmoeder, 88 jaar. Die wil eigenlijk niet meer lopen, maar ze wil nog wel het dorp in. Maar ze heeft last van haar heup. Die vrouw die heeft dan een rolstoel en een rollator en een beetje thuiszorg voldoende. Ja. Dat zijn allemaal aspecten die eigenlijk in de zorg nauwelijks of niet vergoed worden.
Nu hebben ze 88 jaar een nieuwe heup aangeboden. 88 jaar. Nou, dit boek... En een nieuwe heup is gewoon een half jaar revalideren, fysiotherapeut, noem maar op. En dan iets hebben wat je niet wil. Kost gewoon 2 ton. En iets hebben wat je niet wil. Maar dat is dit boek voor mij ook. Ik bedoel, ik word onnodig geopereerd. Mm-hmm. En mij volgen daarna 6 hersteloperaties. Ja. Als die dokter nou geluisterd had. Ja, ik heb wat voorbeelden gezien, gelezen. Je ogen vallen echt open van, jongens, wat is dit? Nou, vanmiddag wilde ik een paar voorbeelden noemen, maar ik heb ook intussen op mijn blogsite www.dokterluisternaar.nl heb ik ook voorbeelden van andere situaties staan. En het vergoedingssysteem koerst dus af op vooral het vergoeden van snijden in iemand. Ja. En de DBC's... De bizarre van de patiënten is, of van de doktoren, is dat ze daarbij de patiënt totaal uit het oog verliezen. Het gaat om productie maken. Ik hoorde vorige week dat de zorgverzekeraars bij elkaar in Nederland... We hebben een probleem met 6 miljard. Kijk, verse koffie. Dankjewel. Dat er een bezuiniging gevonden moet worden. Alleen de zorgverzekeraars, en die hebben toch echt patiënten als product... Ja. Hebben afgelopen jaar 4,6 miljard winst gemaakt. Ja. Mijn ziekenhuis waar ik in lag... had een winsttarget. En toen dat winsttarget dreigde niet gehaald te worden, is men versneld de achterstanden op orthopedie gaan wegwerken. Niet om patiënten van dienst te zijn, maar om de winsttarget te halen. De boer is dus omgedraaid op zijn kop. Wat is er mis in deze maatschappij? Ik denk dat we ook in het politieke klimaat vandaag, dat we doorschieten in vercommercialisering. Hmm. We alles aan de markt overlaten en dan moet er dus geld verdiend worden. Ja. En dat geld verdient, dat privatisering in de zorg werkt niet. Ik ben daar heel erg huiverig voor. Het is nu heel aan de orde over de medicijnen, wat dus allemaal veel goedkoper kan. Ja. Maar ik was ook weer op mijn blog gezet, onaangenaam verrast. Als je mijn boek volgt, misschien wel aangenaam verrast, omdat het ondersteunt. Dat het afgelopen jaar 750 mensen onnodig in ziekenhuizen zijn overleden. Door foute diagnoses, door fouten van een dokter, door miscommunicatie. Ja. Nou, en wat nog ook heel erg is. Hè. Kijk, mensen maken fouten, dus artsen ook. Het is heel erg als het jouw patiënt, jou als patiënt. Ja. Hè, maar geef het nou gewoon toe, weet je. In plaats van het wordt weer verbloemd, weggepoetst. En leer ervan. Mm-hmm. Kijk, mijn boek betoogt geen aanklachten zijn tegen de gezondheidszorg. Ik heb mensen verloren in mijn directe omgeving die zo uitstekend behandeld zijn. Ik schrijf een boek over wat mij is overkomen. En dan vervolgens, door alle mensen die daarop reageren, onderken ik opeens thema's erin. Ik noemde er een paar. Maar er is een soort onderliggende reden geweest waarom je dit boek bent gaan schrijven. Even los van het verwerkingsproces en je eigen verhaal. Maar dat is een soort boodschap die je kwijt wil. Ja, nou, de boodschap... De titel van het boek zegt het eigenlijk, dokter luister nou, maar dat is alleen maar het ventileren in de richting van doktoren. Van luister nou in godnaam eens naar je patiënt en bezie hem ook eens holistisch. Ja. Ik bedoel, moet nou, ik was zelfs 60. Nou, die dokter had ook kunnen vragen, wat bent u nog van plan te gaan doen in uw leven? Wilt u de marathon nog hardlopen of zo? Wat wilt u allemaal nog? En als je, en daar, ook dat beïnvloedt de beslissingen. En de boodschap is niet alleen, dokter luister nou. Maar ook heel erg gericht naar mijzelf en naar patiënten. Sta nou eens op je strepen. Als je iets niet begrijpt, zeg dan ook tegen die dokter dat je hem niet begrijpt. Okay. Als die in het Chinees tegen je zit te praten, dan ga je ook niet weg met de veronderstelling, laat hem maar in mijn rug. Dus we hebben eigenlijk ook nog een heleboel eigen verantwoordelijkheid te leren, te nemen. Ja. Maar ook het vergoedingssysteem daarin dwarsboomt dat. Als je zegt, ik ga bij die dokter weg en ik wil nog eens een keer ergens anders een onderzoek laten doen, dat is prachtig. Maar dan wel op eigen kosten. Want je hebt een dokter. De zorgverzekeraars werken daar niet aan mee. Nee, en dat gaat nog veel erger worden. Maar die zijn er toch voor ons? Zijn toch niet wij voor hen? Maar ze zijn er ook om winst te maken. En de zorgverzekeraars gaan ons nu straks sturen naar de dokter waar zij een contract mee hebben. En niet meer naar de dokter van mijn voorkeur. Dus het is zo erg dat de prijs van een mensenleven dus een maximum heeft? Nou, als je dit boek leest, dan kan ik maar één conclusie trekken, dat is dat de patiënt hierin niet centraal heeft gestaan. En dat komt door die vercommercialisering, door die winstgevendheid. Ja. Dat zie je ook in het ziekenhuis zelf bij de behandeling. Ik ga één voorbeeld schetsen, want het boek staat er vol van, maar dat je om 7 uur 's ochtends wakker wordt als patiënt, helemaal bezeten van de morfine, nat van het zweet,
En dat je aan een broeder die langskomt, of die bel je, vraagt van, kunt u die t-shirts bij mij uitdoen? Kunt u mij een beetje opfrissen? Ja. En een schoon t-shirt dan doen. En dan zegt hij, als hij die t-shirts over die infuusstandaards en zo allemaal heeft uitgedaan, dan zegt hij van, nou, ik heb nu mijn werk gedaan, want wassen en opnieuw verschonen zit in de volgende shift. En toen bleef ik 3 uur naakt in het ziekenhuisbed liggen. Maar dat heeft met protocollen, werkwijze en routine te maken. En dat gaat er bij mij niet alleen in vanwege die protocollen, maar het gaat er ook niet in op het gebied van normen en waarden. Maar daar moet je toch woest van worden? Ja, op dat moment, maar nu ook nog. Die meneer, Henk Dekker, de hoofdpersoon, dat ben ik. Ja. Maar ik heb dat wat aangezet. Die man gedraagt zich ook, want een van de thema's is ook omgaan met kritische patiënten, gedraagt zich ook wel eens wat horkerig. En hij moet een morfine spuiten, maar die krijgt hij niet. En de zuster loopt weg. En de zuster die wil de deur uitlopen, maar hij roept het terug. Hij zegt, zuster, als directeur van een groot bedrijf, u begrijpt mij helemaal niet. Ik vraag u helemaal niets. Ik geef u een opdracht. Dat moet u gewoon even heel snel doen, want ik betaal u namelijk ook. Ja. Maar dan treedt het fenomeen van macht en machteloosheid. Ja, dat is een mindshift natuurlijk. Want die zuster gaat weg en de volgende keer dat ik bel om hulp, komt ze niet 20 minuten later, maar een half uur later. Ja. En ik kan daar helemaal niets aan doen. En wat gaat Henk Dekker dan doen in het boek? Die gaat ze knopen tellen en gaat tegen de zuster zeggen, zuster, zou u alsjeblieft voor mij kunnen zorgen? Je gaat smeken. Dat is je smeekt voor je eigen gezondheid. Komt het uit nog goed? Ja, ik heb die hoop wel. Ik denk dat als vooral de patiënt... De patiënt kan die veranderingen tot stand brengen door gewoon niet meer akkoord te gaan. Ik vergeleek het laatst met een voetbalstadion waar allemaal, daar ben ik ook bij betrokken, waar allerlei spelers misschien een wanprestatie leveren en het management er een puinhoop van maken. Als alle supporters wegblijven, is het morgen over. We moeten maar ze blijven terugkomen. De artsen boycotten. We moeten de artsen in ieder geval zeggen van, nou, ik wil nog even bedenktijd, ik wil nog even een second opinion hebben. Ja. Ik wil er nog eens kunnen overleggen. Ik wil terugkomen met een ander bij u, om er eens over te praten. Ja. Want ik snap u niet. Food for thought. Luister nou. Ja, food for thought. We moeten helaas ophouden, de tijd is alweer om. Ik ga hierover nadenken, want het is een belangrijk onderwerp. Nou, ik nodig je uit om vanmiddag om 4 uur bij mijn lezing te zijn. Ik zit nog hier dan, mensen in namens dat geeft niet. Ja. Maar jullie kunnen allemaal komen kijken. Ja. We moeten helaas stoppen. Dit was een aflevering van wederom een live talkshow vanuit Amersfoort op MNL 13. Samenstelling, redactie en presentatie Edo van Zanten, Talkin' TV. De techniek werd verzorgd door Brian Krachtwerk van Powerfield Media. En dit alles liefdevol ondersteund door Evelien Ouwehand van het organisatiekantoor. Bedankt voor het kijken. See you.